Mag ik? Oh, geen blurred worden vanaf dit moment. Ik wil nu ook geblurred worden. Mag ik ook weg? Of? Ja, hierna. Geef mij en Mr. X allebei alsjeblieft een McDonald's zak met twee gaatjes over ons hoofd. Want ik schaam me kapot. En Rick zegt, vroeger stond ze bij ons in de buurt bekend als de vingerplant. Ook. Ik heb met mijn hand in haar broekje gezeten. Ik was nog jong en drukte zo mijn vinger in haar anus. Ik kwam er pas achter nadat ik aan mijn vinger rook. The good days. Ja, ik snap wel dat jij niet naar het programma kijkt als ik heel eerlijk ben. Jeetje, wat verschrikkelijk. Ik distancieer me van deze dingen. Ja, ik ook. Ja, voelde je weer de behoefte om even typetje te spelen? Even gek doen. Heerlijk! Ja, ja. We ja, zijn er! Ja. En we hebben er zin aan in Danny Boy! Ja, oh, ja, we zijn er. Bam! We zijn er. En dan nu een heel bijzonder moment in de show. Een heel bijzonder moment in de show. Misschien wel het journalistiek het meest grootste wat we ooit gaan krijgen. Ik denk dat mochten er prijzen worden uitgedeeld aan journalistieke producties, als gaande scoops en andere nieuwsachtige feiten, wij kanshebber zijn, zo niet de eerste prijs al in beslag hebben genomen nadat we dit hebben uitgezonden. Absoluut. En het is ook nog eens een scoop. Dus Jan. Dan Jan en is een hele grote, onverwachte, onherkenbare gast. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij was toch wel verwacht. Je doet net of die man opeens in de midden gaat zitten. Dat je denkt, hey, wat doe jij hier nou eigenlijk? Nou ja, oké, het was tot gisteren voor ons heel onverwacht. Zo is het. Ja. Maar hij is er, hij is gekomen zoals de paashaas afgelopen weekend. Maar wie is het? Ja, Mr. X, daar komen ze op terug. Want eerst een filmpje. In 2021 ontstaat bij schrijver Jan Dijkgraaf het idee om een biografie te schrijven over Maxime Meiland. Maxime misbruikt, ontspoort en nu, puntje, puntje, gelukkig. Op een gegeven moment kom je in een situatie waarin je te maken krijgt met een groep jongens. Er zit één jongen bij die je niet kent. Nee. En jullie spelen verstoppertje. Uiteindelijk, die jongen die achtervolgt jou wanneer jij je verstopt. En dat beschrijf je best gedetailleerd. En hij verkracht jou. De man die zij in haar biografie heeft beschuldigd van verkrachting, die heeft in een interview met Story verteld dat hij aangifte gaat doen tegen Maxime wegens smaad en laster. Volgens die man is het een valse beschuldiging. Hoewel de vermeende dader niet bij naam wordt genoemd, geeft hij aan last te hebben van de beschuldigingen. Wij hebben nu een advocaat dus ik mag er niks over zeggen. De smaadzaak tegen Maxime Meiland, die krijgt vandaag een bizarre wending. Vandaag komt naar buiten dat Maxime terugslaat en aangifte doet van verkrachting. Cliënt zal nu een tweede aangifte gaan doen. Het doen van valse aangifte. Hij zal blijven aan de gang natuurlijk. Uiteindelijk zijn er maar twee mensen die echt weten wat er zich die bewuste nacht heeft afgespeeld. Dat zijn Maxime en die vermeende dader. En de vermeende dader, die zit dus tussen ons. Onherkenbaar gemaakt, want zo werkt het eenmaal. Want je wil natuurlijk niet naar zo'n verhaal wat je over je heen gesmeten krijgt op straat herkend worden. Dat is ook wel weer begrijpelijk. Dus het is niet dat de beste man zo vaag uiterlijk heeft. Dat heeft OJ gedaan. En hij praat ook niet zo. Het is niet een man met een spraakgebrek. Dat heeft OJ ook gedaan. Dus OJ, complimenten wat je allemaal tot nu toe hebt gedaan. Want laat eerlijk zijn, Dennis, wij maken ons vaak zorgen of OJ ook doet wat wij hem vragen. En wij noemen hem dus, net zoals de familie Meiland in de rechtbank en in de media, Mr. X. Ten eerste, fijn dat ik er mag zijn. Heel erg bedankt. Maxime Meiland heeft enkele jaren geleden een boek laten schrijven over zichzelf. Ja. En daarin ben jij ineens beticht van het verkrachten van Maxime Meiland. Dat heeft zij inderdaad opgeschreven. Zij heeft niet jouw naam opgeschreven, maar je dusdanig beschreven. Ja, dat het eigenlijk alleen maar om jou ging. Dus het valt te herleiden naar jou. En jij zegt, luister even, dit is niet gebeurd. Dat klopt toch? Ja, dat klopt.
Enfin, we gaan het met je bespreken. Je wil een crowdfundingsactie om je advocaat te kunnen betalen. Want ja, je hebt er dan ook niet om gevraagd om opeens verdachte te zijn in een verkrachtingszaak. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken zo'n verhaal ook wel van dichtbij, dat opeens iemand verkracht is na heel veel jaar. Maar daar als dader neer worden gezet is natuurlijk verschrikkelijk. Laten we eerlijk zijn. Enfin, Mr. X. Ja, ik hoor dus net bij dat verhaal dat jullie verstoppertje aan het spelen waren. Zij was 15, jij was 16. Toen ik 15 was, zat ik aan de drank en rookte ik sigaretten. En ging ik af en toe Evelien, als je me nog kent, still thinking about you, vingeren achter de kerk. Maar jij speelde nog verstoppertje? Dat is toch een beetje raar, niet? Dat is gewoon een bizar verhaal. Dat kan je ook niet serieus nemen, toch? Dat heb ik gewoon... Misschien is het handig als jij vertelt wat er wel precies is gebeurd. Want ik weet dat het moment dat je haar ontmoette is ook direct het moment geweest dat jullie de daad met elkaar verrichten. Kun je ons meenemen naar die dag? Ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk daar een interview over gegeven, maar ik kan het best wel even toelichten. Wat er gebeurd is dat ik ben wezen stappen in Noordwijk in augustus van 2010. Ik weet het bijna nog precies welke avond het was. Want dat was een hele drukke avond bij heel veel mensen die avond gingen stappen in Noordwijk. Ik had die avond de motor van mijn stiefvader gepakt. Dat heb ik toch wel gedaan om een beetje stoer te zijn. En op het moment dat ik die motor had geparkeerd in Noordwijk naast de McDonald's en daar terug kwam lopen met twee van mijn vrienden die ook schoolgenoot waren van Maxine, kwam ik haar dus tegen. En zij raakte met haar aan de praat en wij zijn met elkaar teruggegaan naar Lisse. En toen we aankwamen in Lisse zijn we met z'n allen daar nog gaan zitten. In een parkje en ik zat naast Maxime op een bankje en we gingen met elkaar flirten. En op een gegeven moment zijn wij met z'n tweeën weggelopen. En toen wij met elkaar zijn weggelopen, waren we op een afstandje van 50 meter, zaten we in de bosjes. Hebben we dingen met elkaar uitgehaald. Echt wel op haar initiatief. En wij zijn ook toen twee keer betrapt. We waren eigenlijk op zo'n afstand dat we de rest van de groep ook nog konden horen praten en lachen en giechelen. Weet je, dat hoorde je op een afstand. Maar is er geneukt? En dat is ook gebeurd. En? Ondanks dat je natuurlijk beschuldigd wordt van een nare zaak, neukt ze lekker. Dat zijn dingen die... Nou ja, ik ben toch benieuwd. Ik heb toch een keer een filmpje van haar gezien dat zij in haar eigen toedeledokie zat. Toen dacht ik, nou, volgens mij moet die best wel lekker kunnen wippen. Ik denk dat je dat die antwoorden bij Maxime zelf moet halen, die vraag. Ook weer waar. Nou, ik was gewoon niet zo ervaren. Voor mij was Maxime... ik had niet daarvoor één keer eerder een partner gehad waar ik seks mee had gehad. En voor mij was Maxime de tweede keer. Ik zat het niet zo snel vergeten. En twee keer dat het gewoon ook echt wel een beetje soepel ging. Maar dan kon zij er veel meer verstand van dan ik. Ja, en ze schijnt kleddernat te zijn. Ook dat verwijs ik je voor naar Maxime. Ja, daarom ging het zo soepel. En op dat moment gebeurt dat dan. Hè? Jullie hebben de daad gedaan. Jullie zijn prettig uit elkaar gegaan daarna. Zeker. En toen heb je haar maanden niet gezien? Nee, ik heb haar normaal niet gezien. We hebben even contact gehad via MSN. Maar ik heb haar daarna niet meer per se gezien ergens. Misschien tijdens het stappen ergens in de zaakje listen, zoals het heet. Maar soms als je met iemand de koffer in gaat, denk je later, daar zit een relatie in of nog een keer. Maar dat was niet in jullie geval. Nee, dat was niet ons geval. Nee. En toen, maanden later, heb je haar weer gezien op haar verjaardag. Klopt inderdaad, ja. Vertel. Ik ben een paar maanden later naar haar verjaardag gegaan. Dat was toen in Sassenheim. Zijn we toen heen gefietst met ook weer twee schoolgenoten van haar. Een van de twee was er ook bij die avond. En toen we daar naar haar huis gingen, dat was gewoon een verjaardagsfeest. Hebben we onze fietsen voor de deur geparkeerd, hebben we aangebeld. En ik zal niet vergeten dat het echt wel 10 minuten duurde voordat iemand opendeed. Dat was gewoon echt best wel bijzonder. Normaal gesproken bel je gewoon iemand aan en wordt er open gedaan. Ja, dat is eigenlijk het concept van aanbellen. Dus dat heb je goed begrepen. Zeker, ja. Op een verjaardag. Ja. Want op een verjaardag wil je graag naar binnen. Maar misschien waren ze daar allemaal aan het wijnen. En konden ze je niet verstaan. Nou, dat is iets anders. Ik heb uiteindelijk weer iemand de deur open toen ik binnenkwam. Te verbazen waren er heel veel mensen die ik niet kende. En die mijn schoolgenoten ook niet kenden. Oh. Ze was gewoon best wel een groep van met name jongens die aanwezig waren op dat feest die we allemaal niet kenden. Mm. En daar kwam ik ook twee schoolgenoten van mij tegen. Die zaten toen op RSC Leiderdorp. En er waren twee jongens waarvan ik één nog wel herinner. Dat is een best wel, was een toen de tijd aardige kerel, maar die is later een beetje geradicaliseerd en afgereisd naar Syrië blijkbaar. Oh, een IS'er.
Ja, dat is een IS'er geweest. Stond dat niet in haar boek ook? Van, ik had vroeger feestjes met IS'ers. Nee. Dat niet. Nee, maar dat, ik weet niet hoeveel Maxime nog precies van weet. Want wij zochten haar toen op die verjaardag van, weet je, waar is zij dan precies? Want ik vroeg, kan die jongens, wat doen jullie hier? En zij zeiden van, ja, we zijn uitgenodigd op station door een meisje die wij niet kenden voor een feest aan zaterdag naar thuis. Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij mij is het ook niet echt druk om een verjaardag, maar om op die manier nou te vullen, dat klinkt een beetje eenzaam. De vraag was natuurlijk, waar was Maxime? Die was, denk ik, dan weer verstoppertje aan het spelen. Die was verstoppertje, ik ben er haar toe gaan zoeken. En dan kwam ik toen tegen op haar slaapkamer. We gingen eerst zoeken, want iemand zei van, ze is op haar slaapkamer. Daar zijn we toen heen gelopen, op de deur geklopt. En toen zei ze van, kom binnen. Want als je 16 bent, en toen, ik kom een beetje uit dezelfde leeftijd als Dennis. Ja. Als je 16 bent en je gaat naar een verjaardag, neem je 10 euro mee of zo, als cadeau. Dat was toen een tijd normaal. Jij kwam die slaapkamer in met een tientje. Ja, en wij zagen Maxime zitten in... In die slaapkamer? Ze lag in die slaapkamer en wij wilden het een cadeautje aan geven. Ze was op dat moment laat zich bezig. En ze zei tegen ons van, nou, leg maar daar op het kastje neer. Dus ze wees naar een kastje achter zich en daar hebben we toen opgelegd. En wij zijn vervolgens de slaapkamer uitgegaan. Waar was ze mee bezig? Dat zijn Maxime privézaken. Daar heb ik verder niks mee. Nee, oké, maar was ze bezig? Was ze toevallig, weet ik veel, aan het macrameën? Of was ze toevallig bezig met de daad? Want dat is natuurlijk van belang. Want als ze daar gewoon, weet ik veel, een legpuzzel aan het maken is, dan denk ik, ja, onschuldig. Als ze daar weer ligt te wippen, dan zien we een trend van Maxime die graag haar benen spreidt. Maar ik laat het aan je fantasie over. Ja, dat lijkt me heel onverstandig. Want ik zie nu dingen in mijn hoofd. Dat is echt verschrikkelijk. Ongelooflijk. Daar heb je Martine ook. Ja, nou wordt het smerig. Nee, ik wil die niet. Laat ik het dan even zeggen. Want ik begrijp, dat is misschien ook voor de mensen thuis. Jij vindt het heel moeilijk om nou te bepalen van waar doe ik goed aan om wat te zeggen. Je wil graag je verhaal doen, je wil verder procederen, maar je wil ook niet in de problemen komen. Ik wil niet dingen zeggen over Maxime die de rest van de mega niks, weet je, wat mensen niet aangaat. Weet je, ik hoef er niet per se zwart te maken. Daar zit ik hier niet. Snap ik. Ik begrijp dat dat moeilijk is. Laat ik dan zeggen dat zij, en dat weet ik omdat ik dat weet, dat zij inderdaad de daad verrichten met een andere man. Maar dan nog wat. Op een moment, ja, Mr. X, één momentje hoor. Maar op het moment dat zij dan de daad aan het verrichten is met een andere man, er wordt geklopt en je zegt, kom maar binnen en leg het tientje maar op het nachtkastje, vind ik ook een beetje, dat is wel tekenend voor iemand als je het mij vraagt. Dan ben je wel heel makkelijk in seksualiteit. Als je zegt, kom maar een tientje brengen terwijl ik lig te ketsen. Dat zegt in mijn ogen zeggen wat over haar. Dat is wat ik zeg en niet Mr. X. Ik denk dat Jan wil vragen of het geen ongemakkelijke ervaring voor jou was om die slaapkamer in te lopen. Wat er in die slaapkamer gebeurd is, dat moet ik aan jullie fantasie overhalen. Ik kan van macrameën zijn tot wat hij net zegt. Maar er was in ieder geval iets wat zij liever niet weet dat ze zelf doet. En dat is ook niet de kern van de kwestie. Wij gaven het cadeautje en we zijn volgens de kamer uitgelopen. Ja. En wij gingen weer dat feest in. En ik kon die hele situatie nog precies in mijn vorm halen. En ik ben toen vervolgens, zat een aparte woonkamer met een trap naar beneden. En daar zat een DJ-set. En daar heb ik toen gezeten op een veranda. Samen met een vriend van mij, waar we af en toe een beetje gebloot hebben. En dat deed ik toen in die tijd. En wat er toen gebeurde is dat boven de sfeer omsloeg en de mensen dingen gingen stelen. Nou, het klinkt dus een beetje een vreemd verjaardagsfeestje. En voor mijn idee, Maxime is ook geen enkel moment meer uit die slaapkamer geweest en heeft zich aangesloten bij die verjaardag. Ik heb haar niet gezien. Oké, maar dat is dus een paar maanden nadat jullie tussen haakjes verstoppertje gingen spelen in het bosje. Maar toen was ze dus niet boos op je, want ze heeft je uitgenodigd op een verjaardag. Dus het is een beetje raar om verkracht te worden door iemand en op een gegeven moment te denken, nou, toch wel leuk als ze hier op mijn verjaardag komt. Dus eigenlijk maak je voor mij dat verhaal gewoon af door iemand uit te nodigen op je verjaardag. Dus dan bij mij begint de bullshit alarm begint af te gaan. Maar enfin. Op die verjaardag werden dingen gestolen. Ja. En toen? Toen de sfeer omsloeg, ik ben toen met die schoolgenoot van haar, met die twee schoolgenoten zijn toen weggegaan.
En later bleek dus dat haar scooter ook gestolen was, die avond. En zij hechtte heel veel waarde aan die scooter. Dat was voor haar echt wel een status dingetje. En ik denk dat zij niet echt weet wie er allemaal op dat feest waren. En zij betichtte mij ervan dat ik een scooter had gestolen. Oh. En waarom jou? Omdat ik denk dat zij niet... wat mijn voorstelling is van die avond is dat zij waarschijnlijk niet echt... kon herinneren naar wie er allemaal op dat feest zijn geweest. Ja, omdat ze boven lag de pannenkoeken te bakken. En ik denk dat als ik die boeken zo teruglees van ook voor de moeder, dan lees je dus dat die moeder heel boos thuis kwam. Nadat die zus belde van het is een chaos thuis. En dat die zei van ja, waar is je scooter? En dat Maxine niet heeft kunnen uitleggen van wat er nou precies gebeurd is. Denk ik. En voor haar was het heel simpel. Er zijn weinig mensen geweest, denk ik, die haar een cadeau hebben gegeven, waaronder ik. En ik denk dat ze daarom de link legde dat ik het zou moeten hebben gedaan. Vreemd wel. Maar een scooter stelen is wat anders dan een verkrachting. Ja. Jij hebt die scooter niet gestolen, zeg je. Maar goed, je bent beticht van het stelen van een scooter, maar later van een verkrachting. Hoe kan dat? Ja, wanneer kwam dat eigenlijk? Wanneer begon dat? Nou ja, ze had eerst gezegd dat ik een scooter had gestolen. Maar toen ik op school was, hoorde ik dus dat de jongens zeiden van dat zij dat dus hadden gedaan. Dat zij dus die scooter hadden meegenomen en dat ze op die manier weer terug naar rijden konden rijden. Ja, en later naar Syrië. Ja. Met die scooter? Wat een pleurzend is dat, joh. Maar goed, het ging om hem. Ja, het ging. En later kwam ik haar tegen in de stappen in Noordwijk. En toen was ze nog steeds boos op mij vanwege de scooter. En toen wilde ze me volgens mij ook een klap geven. En ik heb toen ook tegen haar gezegd dat ik daar niks mee te maken heb. Dat ik haar scooter niet had gestolen. En ik heb haar toen al jaren niet gezien. En toen ik haar later weer tegenkwam op feesten, drie jaar later, probeerde ze mij dus daarvan uit te sluiten met haar woede vanwege die scooter. En toen kwam het verhaal dat ik haar zou moeten hebben verkracht. Ja, zij wou niet dat jij bij gemeenschappelijke vrienden van jullie aansloot. En toen werd er voor jou als nieuwe informatie, hoeveel jaar na de vrijpartij? 3-4 jaar. En is voor jou voor het eerst gesuggereerd van dat jij haar zou hebben verkracht? Ja. Ik zei ze dat toen. Tegen vrienden van mij, ja. En toen? En toen ging het rond. En toen was ik niet welkom op feestjes. Ik mocht niet komen bij mensen thuis soms. En ik mocht ook niet op verjaardag komen. Eén keer heb ik haar zelfs toen ze... Het eerste jaar dat ze bekend werd, kwamen ze nog op de feestweek. En heb ik haar ook gefeliciteerd. Dan heb ik gezegd, nou, gefeliciteerd met je programma. Ja. Gefeliciteerd met het feit dat je ineens beroemd bent en een mooie baan daaraan hebt. Ja, ik hoop dat je goed gaat. Ja. Goed, en toen wist jij niet dat Maxime later nog een boek zou krijgen... En toen kreeg Maxime dus ineens een biografie. En daar staat dus in dat jij haar hebt verkracht. Er staat niet in jouw naam. Er staat ook niet per se in hoe jij eruit ziet. Maar er staan wel bepaalde details in, waardoor mensen in jouw omgeving allemaal weten, dat ben jij. En als mensen ernaar vragen, dan vertelt ze kennelijk ook aan vrienden dat jij de verkrachter bent. Klopt. Hoe was dat voor jou toen jij dat las? En wat heeft dat veranderd aan jouw leven? Het is gewoon verschrikkelijk als iemand zoiets over je zegt. En je moet niet weten hoeveel pijn het doet als zo'n verhaal rondgaat. Vooral als het een keer afgelopen is. En dan dacht je dat het een keer afgelopen is. En dat gewoon weer zo'n boek komt. Waardoor dat die hele situatie voor haar nu een soort van nieuwe realiteit aan het creëren is. En ik heb het eerst gewoon gedacht van ik laat het. Ik geef het een plekje. Ik heb haar een brief geschreven. En gaan vragen van laat me alsjeblieft gewoon stop met deze onzin, stop met deze leugen. Ja, zij heeft ook in een programma aangegeven dat zij inderdaad een brief kreeg van haar verkrachter. En dat ze daar heel bang van is geworden. Ja. Wat stond erin? In die brief? Ik heb haar gewoon gevraagd van laat me alsjeblieft zorgen voor dat ik hier nooit last van krijg, ik en mijn moeder. Toen kwam dus dat boek. Jij bent een kort geding begonnen. Waarom dat kort geding en wat was nou precies de uitspraak? Nou, ik ben uiteindelijk het kort geding begonnen omdat ik wilde het eerst laten rusten. Ik dacht, ik ga me niet begeven in die negatieve energie, niet in die negativiteit. Want ik vind dat eigenlijk, ja, daar haal je gewoon niet. Nee, dat trek je naar beneden. Dat trek je naar beneden, snap je? Dus dat wilde ik niet doen. Maar op een gegeven moment kwam zij dus met die uitzending van Who's That Girl? En ik denk van, ja, dat blijft maar doorgaan. En dat betekent voor mij dus dat ik de rest van mijn leven dit achter mij met me mee moet dragen. Dus als ik ooit een keer iets wil doen in mijn leven waarbij ik, net zoals jij misschien een Tweede Kamerachtige positie wil of zo. Of als ik, even een momentje. Geef even Dennis even dat is gruwelijk mislukt, die Tweede Kamer campagne. Ja. Geef Dennis nu even een lachmomentje. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. We gaan verder. Of als ik iets wil doen en ik word ik doe iets succesvols. Weet je, ik denk niet dat ik Olympische Spelen kan winnen of wat dan ook. Maar misschien als ik iets moois doe.
ja, dan zal ooit iemand echt wel het verhaal nog over mij weten. Want heel veel mensen weten dat het over mij gaat. En dan komt het weer op. Ja, popt het op. En als ik het dan... Ik dacht van, ik moet er iets tegen gaan doen. Want anders dan zullen mensen zeggen van, kom je nu pas mee, weet je wel. En dat hoor je nu al. Weet je, doet het nooit goed. Als je nou nu vroeg het of laat doet. Een punt is, je hebt het kort geleden verloren. Want dat werd niet geschrapt, die passages uit het boek. Of gerectificeerd, of wat dan ook. Wat zei de rechter hierover? Ja, zo handig voor jullie. Dus jullie mogen dus officieel van de rechter, mogen jullie dus gewoon roddels. Als er dingen zijn, mag je dat gewoon vertellen over mensen. Want wat zei die rechter? Die rechter zei van, dat omdat er evenwicht is, omdat ik nu dus mijn verhaal had gedaan bij de story, misschien ook bij jullie, dat er een evenwicht is gekomen met het verhaal. En omdat hij daar zei van, dit is niet de juiste positie om jouw bewijsstukken, de getuigen, te horen, kan hij niet beoordelen wat er nou precies, wat er sprake is van welke schade en wat de situatie is rondom die verkrachting. Dat kon hij niet bepalen. Ja, ja, dus die rechter heeft gezegd, joh, zij heeft een verhaaltje gedaan, jij hebt je verhaaltje gedaan, en daarmee is het wel goed zo. En ga maar naar de bodem voor je bewijs. Ja, voor de bodemprocedure. Het raar is natuurlijk dat hij zegt dat er een evenwicht is. Dus ik beschuldig iemand van moord. En dan zegt diegene, nou, dat heb ik helemaal niet gedaan. En dan ben je in evenwicht. Wat natuurlijk totaal niet waar is. Want de ontkenning van een belasting is natuurlijk niet hetzelfde als de belasting zelf. Zei een wijs man, namelijk Johannes Hendrikus Roos. Dat ben ik. Maar goed, je hebt dat kort geding verloren. Jij moet nu kosten betalen. En die zijn... Meer dan 4.000 euro. Meer dan 4.000 euro. En toen heb jij tegen Maxime gezegd, dat heb ik in eerste instantie niet. Kan ik in delen betalen? Ik heb een e-mail gestuurd. Eerst heb ik het via mijn advocaat laten doen. Daar hebben we gewoon een gesloten deur op gekregen. Toen heb ik nog een keer een mail gestuurd door de deur waar. En zeg van, ik wil best dat in delen betalen. Ik heb ook een deel meteen betaald. Daar heb ik geen reactie op ontvangen. En toen hebben ze een bankbeslag gelegd, een berekening. En daarom ben ik er eigenlijk ook genoodzaakt geweest om nu iets te moeten gaan doen. En wat houdt dat in als er beslag op is gelegd? Nou, ik kan nu mijn bankrekening niet gebruiken. Het geld wat je hebt kun je niet gebruiken? Ja. Dat is wel heftig. En dus daarom zit jij nou hier. Jij wil graag dat mensen jou helpen om die kosten te kunnen betalen door middel van een crowdfunding van het kort geding. En jij wil een bodemprocedure gaan starten. Ik wil die bodemprocedure gaan starten. Ik ben hier gekomen omdat ik het gewoon belachelijk vind dat ik moet gaan betalen om de waarheid boven tafel te krijgen. Terwijl zij heeft mogen verdienen aan het vertellen van die leugen. Dat vind ik echt bizar. Daar kan ik gewoon niet bij. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk schandalig. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik geloof je. Dus ik ga ook storten in die crowdfund. Kijkers van Roddelpraat, als jullie deze beste man ook geloven, of je hebt gewoon een grafhekel aan de familie Meiland, hè, dat kan ook. Stort ook even in de crowdfund, zodat hij de advocaat kan betalen. Want het mooiste zou natuurlijk zijn dat uiteindelijk in die bodemprocedure ook dus de getuigen gehoord worden. Ook die jongens die erbij waren, die zeiden, nou, er is helemaal niemand verkracht daar. Want dan stort het hele verhaal in elkaar. En dat is ook gelijk een waarschuwing voor andere wijven die denken dat ze zo'n man bij de ballen kunnen pakken. Want dat is niet zomaar iets, hè, die beschuldiging. Dus ik zeg, stort in de crowdfund van Mr. X. Hoe doen ze dat eigenlijk? Weet je? Ja, die link staat in de beschrijving van deze video. Daar kunnen mensen heen en dan doneren. En jij hebt mij ook verteld, staat er ook. Als er te veel wordt gedoneerd, gaat dat niet naar jouw vakantieplannen, maar gaat dat naar stichting? Het Centrum voor Seksueel Geweld. Dus ik ga nu een bedrag bepalen van, het is ongeveer 20.000 euro. Dat is de bedoeling. Zodat we genoeg hebben voor het geval dat eventuele andere kosten zijn of andere experts nodig zijn. Als ik win en ik krijg het geld, dan gaat het naar het Centrum voor Seksueel Geweld. En als het overblijft aan het eind, gaat het daar ook heen. Al, ik heb jou uren gesproken deze week, mogen de mensen al weten. En ik geloof het vooral absoluut. Hij is niet echt een vast kijker van het programma, maar je belandt nu wel. Bij ieder onderwerp heb je ook reacties van de kijkers, beland je in. Wil je wat zeggen? Ik denk het niet, moet je doen. En anders zeg niks. Want we gaan naar de commands. Oh, verschrikkelijk. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom zie, kom zie, kom zie. Echt? Ja, ja. Je hebt hier toch geen commands op? Ik heb hier commands op. Mr. X, bij deze alvast mijn excuses. Ik trek mij terug. Want de commands is een rubriek die Dennis er graag in heeft. Ja, allereerst, ja, wij deelden toevallig deze week op de website een foto van Maxime Meiland toen zij 15 was. Dus dit is de dame hoe jij haar destijds kende. Geen commentaar. Wij hebben wel een beetje hetzelfde type. Althans, toen ik heel lang terug was. Maar daar zijn ook commands op. En om te beginnen bij Visioop. En die zegt dat Krijn had op jonge leeftijd al zaadvragende ogen. Ach. En dan gaan we naar Maxime uit Noordwijk. Ja, dat zal wel een bekende zijn. Beetjes in de lucht en gaan met die banaan. VV Noordwijk.
En ook reageert een zekere Rick. Ken je die? Mag ik? Oh, geen blurred worden vanaf dit moment. Ik wil nu ook geblurred worden. Mag ik ook weg? Ja, hierna. Geef mij en Mr. X allebei alsjeblieft een McDonald's zak met twee gaatjes over en zo. Want ik schaam me kapot. En Rick zegt, vroeger stond ze bij ons in de buurt bekend als de vingerplant. Ook. Ik heb met mijn hand in haar broekje gezeten. Ik was nog jong en drukte zo mijn vinger in haar anus. Ik kwam er pas achter nadat ik aan mijn vinger rook. The good days. Ja, ik snap wel dat jij niet naar het programma kijkt als ik heel eerlijk ben. Jeetje, wat verschrikkelijk. Ik distancieer me van deze dingen. Ja, ik ook. Goed, en dan gaan we door. En dan is het alweer zover. We hebben weer een scoop. Niet weer. Weer één. Daar komt die. Over Femke Louise. En wat voor een scoop? Ik zeg een baanbrekende scoop. Een baanbrekende scoop. Daarvoor gaan we u eerst beelden laten zien. Dat is Femke Louise met een... Is dat een vrouw? Ja. En wie is dat? Moses Papi. Moses Papi. Hij was jarig. Ja. Mozappie. Ja. En ze zaten in een Mexicaans restaurant. Ja, zag dat er gezellig uit? Hartstikke leuk. De vraag is, wat denk je dat ze gegeten hebben, Dennis? Tortilla? Ja. Of misschien wel taco? Taco, kan ook. Kan leuk. Allemaal. Nee, wat zagen we hier? We zagen hier natuurlijk Femke Louise, die tegenwoordig furore maakt op OnlyFans. Ja, nog steeds niet uit de kleding. Niet? Nee, een bil. Maar dat vind ik niks. Valt tegen. En we zien hier een vrouw. En die vrouw heet Yvonne. En we zien een man. En die man heet Mo. Let op. Yvonne doet de OnlyFans van Femke Louise. Dat betekent dat zij typt met iedereen. Zij chat met de mensen. En zij is, als Femke Louise zegt... ik ben nu in de mood. Dan is zij dus die zegt van... Ik lig nu... Alles wat geschreven is, wordt door Yvonne gedaan. U ligt boternat op mijn kussen. En dan... Is dat Yvonne? Dat is Yvonne, nou, die schrijft alles. Yvonne doet de OnlyFans van Femke Louise. Zij is de vrouw van Mo. En Mo was net jarig. Ja, van harte gefeliciteerd, Mo. Namens het hele programma. En ook namens jouw mede-Afrikaan, OJ. Ja, en Mo is de broer van Ali B. Hou op. Ja. En Mo is ook de chauffeur van Brechtje, de ex van Ali B. Oh. En Ronnie Flex. Oh. Nou, nu gaan we dus heel even anders maken. Eigenlijk is het dus zo, zonder dat hij actief iets doet... Ali B is de OnlyFans manager van Femke Louise... en laat zijn broer dat doen en die vrouw. Ongelooflijk. Maar heet zijn broer dan ook Mo B? Ja, zo kun je hem noemen. Ja, ongelooflijk. Boe Ali. Dat is heel erg opvallend, want... Gaan we even terug in de tijd. Was het niet Ali B die ruzie had met Femke Louise ten tijde van haar zangcarrière? Nu is ze gewoon een OnlyFans-slet. Maar toen had ze een zangcarrière. Toen was hij haar manager. En dat is toen uit elkaar gegaan. Uit elkaar geknald. Het was een soort één grote bak ellende ruzie. Het leek een beetje op jouw relatie met jouw biograaf. Het ging niet goed. En toen had zij een liedje gemaakt... waarin zij hele vieze dingen over Ali B had gezegd. En daar hebben wij toen een verhaaltje van gemaakt. En toen zijn wij veroordeeld. Ja, dat verhaal. Af, hè. Ze had dus ruzie met Ali B. Maar nu ze tegenwoordig de OnlyFans-snol uithangt... zit ze gewoon weer bij hem onder het management. Ja, en dat op een hele sluikse wijze. Hè? Want die Ali B zit vooral in Dubai. Oké, af en toe ook in Nederland, maar vooral in Dubai. En dan laat hij dus Yvonne, de vrouw van zijn broer... het management ineens doen van Femke Louise. Ik zeg, een hele mooie scoop. Hartstikke goed gedaan. Research afdeling. Ja, dus eigenlijk zou je het zelfs zo kunnen zeggen... als je met Femke Louise praat op haar platformen... praat je eigenlijk met de familie van Ali B.
Nu vind ik het heel onverstandig om deze mensen eigenlijk te beledigen. Want de Ali B'tjes onder ons en zo, die gaan allemaal naar Dubai. Omdat ze daar dus met de mokromafia allemaal omgaan. Dus, en ik wil niet eindigen met een kogelgat in mijn nek. Maar als je zo naar die Yvonne kijkt, ik vind dat geen knappe vrouw. Nee? Nee, dus als jij dus denkt van ik ga een geil gesprekje aan met Famke Louise, zit je met haar te praten. Is dan net de kerel met de pet op. En we gaan door. Ja, dan gaan we door. En ja, u raadt het of u raadt het niet. We hebben weer... Oh, weer eentje. Een scoopje. Oh, wat leuk. Wat veel. Echt heel veel. Ja, ja. Daar ja. Komt u hoor. Deze, dit wordt een beetje een milde. Dit wordt een beetje een linkse scoop. Ja. Oeh. En, Scoop! Ja, en deze scoop gaat over de man over wie wij het vorige week hadden. Robert van der Griet, de journalist van de Volkskrant, die eigenlijk BackMe, ons donatieplatform, onderuit wou trekken. Ja, ja, ik heb Robert van der Griet vorige week gebeld. Hier hoort u hoe dat is gegaan. Ja. Robert hing direct de lijn erop. Wat een beetje raar is, want Robert van der Griet, die noemt zichzelf journalist. Die schrijft in een artikel ook over jou en mij over Roddelpraat. Dan bellen we hem op en dan flikkert hij de hoorn op de haak. En kijk, als hij echt geen tijd had gehad, had hij gezegd, sorry, ik heb geen tijd, kan ik je later terugbellen. Ja. Maar dat heeft hij helemaal nooit gedaan. Dus die man heeft gewoon gedacht, ik ga niet met het onderwerp waar ik over heb geschreven op een nare negatieve manier in gesprek. Ja, dan ben je natuurlijk geen journalist. Dan ben je een activist. Nee, nou, Robert niks met journalistiek noemt zichzelf journalist en wij vandaag ook een beetje. Want ja, Robert deed onderzoek beetje naar ons en wij per toeval naar hem. Ja. Op deze foto ziet u hoe ik Robert heb toegevoegd. Even snel, makkelijk toegevoegd, Robert Griet. En dan ziet u ook precies 26 maart, vorige week dat we opnamen, dat ik hem 11 seconden aan de telefoon heb gehad. Ja, klopt. En toen kreeg ik een melding van Snapchat. Snapchat! En dan staat dat diezelfde Robert Griet, waar dat telefoonnummer aan is gekoppeld dus, ook Snapchat heeft. Wil ik hem toevoegen? Robert van der Griet geeft zich daaruit als Wendy V020. Ja, ja, Robert van der Griet. Je probeert dus allemaal concept, hoe heet het, content creators broodeloos te maken. Je schrijft een leugenachtig na klerenstuk in het zure kutblaadje van je over BackMe. Maar wat blijkt nou, meneer van der Griet, of alias Wendy laagstreepje V020, je geeft je uit als wijf op Snapchat. Verdomme, hoe erg is dat, je halve tamme? Ja. En oh, ja, moeten deze mensen dan nog wel op een donatieplatform verschijnen? Moet jij jezelf eigenlijk als een soort wijf vertonen op Snapchat? Ongelooflijk een natnek. Maar horen dat soort journalisten bij de Volkskrant werken? Mannen die in hun dubbel leven zich uitgeven als een kleine Wendy. Ja, als een klein meisje met lange haar en hele lelijke wenkbrauwen. Hebben die wenkjes gezien? Moet je zien. Dat heeft hij dan zelf zitten maken, ja, ja, die avatar. En kijk, dat je jezelf als vrouw voordoet op Snapchat is erg genoeg, Roos van der Griet. Maar je jezelf als klein meisje daar neerzet is pervers, smerig en ook onsmakelijk. Maar dat kunnen we misschien aan hemzelf vragen. Ja, dan gaan we zo doen. Heel even voor uw informatie. Waarom zou iemand dit doen? Nou, er zijn dus veel mannen die gewoon een bepaalde hobby hebben om zich als vrouwen uit te geven op Snapchat en dan zo met mannen in contact te komen. Vaak zijn dit mannen die eigenlijk, ja, homofiel zijn. Ja, ja, dat is wel. Echt waar? Ja. Ja, goeie avond met Dennis Schouten. Mag ik iets vragen? Goed, en dan gaan we door. En u raadt het niet, maar we hebben weer een scoop. Hou nou eens op. Hou nou eens op. Dit is toch niet normaal? Nee, dat is echt niet normaal. Niet normaal. Wat een enorme scoop dichtheid heeft dit programma. En nog nooit door voor een prijs genomineerd. Nou, wel een keer, maar toen zijn we er uitgegooid. Heel onrechtmatig en vervelend. Maar goed, komt-ie. Ben je klaar voor? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja? Oh jee, oh jeetje. Heb je er ook zin in? Ja. Nee, niet. Komt niet. Dat komt niet vaak voor, is een scoopje van jou. Oké, de tering en de tyfus en de civiel is erbij, of vuile bloedbak. Zeg maar.
Wat is dit? Jij bent zo ontzettend naam mannetje. Als iemand zich aanbiedt bij jou, dan roep je dat het jouw scoop is. Dit is echt diepgraven onderzoek, werk. En dan, ja, dit is van jou. Kom netje van vol. Ja, wat wil je dan dat ik zeg dat het mijn scoop is? Het is jouw scoop. Onze scoop, lul. Het is toch ons programma, niet ja, jouw programma of nou, mijn ja. programma. Ik moet nog even kijken naar de uitwerking of die van jou is of van ons. Wat een gek. Let op, ze zijn dus bij de NPO bezig met AI. Nu hoor ik Dennis denken, AI? Wat is dat? En wat is dat? Ja, dat is dat je filmpjes kunt bewerken. Wat en... betekent AI? Ja, de I is van intelligence en architectural. Architectural intelligence. Enfin, ze zijn dus bij de NPO bezig met AI. Je weet het dat zelf ook niet, lul. Artificial intelligence. Nou, dat was hem. Maar ze zijn dus bezig bij de NPO daarmee. Is dat nieuws? Nee, want daar is iedereen mee bezig. Maar er is iets in mijn handen gekomen vanuit een garage. Man met een gleufhoed en een regenjas. Die zei, dit moet je even zien, Jan. Ze zijn met de AI bezig bij de NPO, maar op een hele onsmakelijke, smerige, gore manier. Zet maar aan. Misschien moet je een keer met geluid aan doen. Maar ook de motor. Ik ben terug en hoe? Boos is back. BNN Vara en die slimme koppen van Hogeschool Rotterdam hebben me met AI teruggebracht als digital human. Waarom? Om de brutaliteit weer terug te brengen in de mediawereld. En zeg nou zelf, wie anders dan ik, Bart de Graaf, is daar perfect voor? Goed, dan heb ik hier een brief van een meisje? Ik denk dat iedereen tegenwoordig wel wat verstandiger reageert op de vraag: waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Zo, die is pas boos. Wat grappig die Tourette. Marco, zelfs toen ik leefde kon dit niet. Kijk nou, joh. Wat een sukkel. Kom voor de klachten, blijf voor de humor. Boos is back. De enige show waar je met een glimlach boos wegloopt. Ja, nou. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ten eerste, Bart de Graaf is mijn jeugdheld. Waarom? Dat was inderdaad toen heel erg grappig en dat was brutaal. Overigens zou dat vandaag de dag niet meer worden uitgezonden. Want hij doet bijvoorbeeld iemand na met Gilles de La Tourette. Nou, dat is verboden bij de NPO. Maar deze jongen is dus vroeg overleden aan een nierkwaal. Die hebben ze dus nu tot leven gewekt, zoals ze dat zelf zeggen. Vind ik nogal smerig om een dode tot leven te wekken. Zonder trouwens dat de familie daarvan af weet, wat nog smeriger is. Maar bij de NPO gaan ze dus een dode man tot leven wekken, omdat de brutaliteit terug moet in de mediawereld. Schiet mij maar lekker. Naast dat ik het nogal goor vind om Bart de Graaf via AI ons toe te laten spreken. De brutaliteit is bij de NPO weg, omdat de NPO helemaal geen brutaliteit wil. BNN van BNN-Vara, Bart's News Network, is verworden tot iets wat Bart de Graaf helemaal niet wilde. Die wilde helemaal niet een politiek correct links-woke-achtelijke spuiten en slikken kutomroep. Dus zij hebben er iets van verschrikkelijks naars van gemaakt. En een heel naar, zuur linkse scheidomroep. En nu moet die man uit de dood herrijzen om de brutaliteit terug te brengen. Wat niet zo is. Want iedereen met een afwijkende mening krijgt helemaal geen podium op de NPO. Dus dat doen ze dan dus maar met een dooie. Want anders moet je namelijk iemand uitnodigen die ze eigenlijk niet willen. Dus dan kan je die doden laten doen en zeggen wat je wel wil, zodat het alsnog niet brutaal is en in je woke linkse kletskoekpraatje past. Ja, want als ik het dus begrijp, zijn ze dus nu bezig met een pilot om Bart de Graaf weer een programma te laten maken door middel aangestuurd van een computer. Ja, precies. Dus Bart de Graaf moet de brutaliteit terug gaan brengen. Bart is, weet ik veel, 20 jaar dood of dan ook. Maar bij de NPO hebben ze bedacht dat hij maar terug moet komen. Hij moet maar weer tot leven gewekt worden, omdat de brutaliteit terug moet. Maar jij hebt dit spotje is nog niet uitgezonden. Nee, dit is niet wat zij ook willen dat naar buiten komt. Nou, dit is nou echt een scoop. Dit is nou echt een primeur. Maar wat gaan ze uiteindelijk doen dan? Dat is nog niet eens bekend, want dat zit dus nu in de pilotfase. Dit is nu bij de NPO terechtgekomen en dat is bekeken door zogenaamde leuke, inspirerende mensen die zijn op zoek naar diversiteit. Maar ze zijn dus bij de NPO hiermee aan de slag. Nou, ik vind het
Ik vind het ongekend grof. Naast dus dat je iemand ongevraagd tot leven wekt. Maar helemaal omdat je moet zeggen dat de brutaliteit terug moet. Bij de vieze, politiek correcte, scheiden publieke omroepje. Haar nou alsjeblieft op, man. Dat willen ze niet eens. Maar de familie van Bart de Graaf is hier niet van op de hoogte. Nee, nou, nu wel. Ja, nu wel. Precies. Want dit is nog nooit naar buiten gekomen. Dit moest dus binnen de NPO blijven. En dat is helaas niet gelukt. Nee, dus maar binnenkort dus misschien weer een televisieprogramma met Bart de Graaf. Ja, nou, ik vind het echt heel smerig. Ja. Ongelooflijk. Ja. En dan is het bijna tijd, maar wij willen u graag iets moois doen. Ja, we hebben natuurlijk een oproep gedaan om onze gemaskerde vriend te steunen voor zijn crowdfundactie. Zo is het. Maar er zijn nog anderen die het ook moeten hebben voor steun. Ja. Ik ken 2 steuntrekkers en die zitten toevallig hier aan deze tafel. Want, dames en heren, jongens en meisjes, laten we eerlijk zijn. Bij de NPO zijn ze dus op zoek naar meer brutaliteit. Hè? Met een opgewekte Bart de Graaf. Maar wij zijn de brutaliteit zelf. En daardoor hebben we nergens een podium. En krijgen we ook geen podium. En heeft YouTube ons ook nog een keer uitgezet om geld te verdienen met deze filmpjes. Dus wat doen we? We krijgen donaties via rollenpraat.backpeople.org. Dus wil je dit programma heel houden? Wil je dat dit programma door blijft gaan? Steun ons. Rollenpraat.backme.org. 5 eurotjes per maand zodat we dit kunnen maken. En doen we iets terug? Jazeker. Zie je nou schoon te lachen, jongen? Wat is er met je? Ja, ik ga te slaffe lachen. Omdat je iedere week maar hetzelfde verhaal afsteekt. Ja, oké, maar als ik jou het laat vertellen, dan zit er allemaal fout in. Ja. Dus dan zet ik gewoon mijn bandje aan. Nee, ja, precies. Dan doen we ook een geste. Alles wat we overhouden, wat niet uitgezonden moet kunnen worden, doen we weer een balletje. En die doen we In je doosje. 6 uur op donderdag. Je komt dronken over. Ja, hetzelfde verhaal, maar het is inderdaad wel heel belangrijk. Hè? Want u denkt misschien, godverdikke me, iedere keer weer hetzelfde verhaal. Nou, doet u het dan. Steun ons. Tjaga. Wat is er met je aan de hand? Ik denk, ik kom even aan het nieuws. Zodat het... Ja, maar heb je drugs gebruikt? Drank of wat is er aan de hand? Je bent helemaal gek. Ben je zenuwachtig voor het kuttheaterstuk van je? Ja, ik denk dat het is. Ja, denk het ook. Ik denk dat het is. En dan is het nu tijd voor... De boodschappen. En dan doen we het. En dan doen we het. What the fuck, jongen? En dan doen we het. Nou, kom hem nou even in. Ja, maar wat is er met jouw hand? Doe eens normaal hier aan. Reclameblokje. Ja, en dan zou ik toch wel eerst heel even willen hebben over mijn boek. Ja, flikker op met het boek. Helemaal scheidziek van joh. Pleur op. Nee, we gaan het niet. Ik wil het nooit meer over het Colere boek hebben. We gaan het niet hebben De eerste keer dat ik nog ooit over het boek hoor, is over 10 jaar als je in trap gaat hangt. Voor die tijd wil ik er niks van weten. Denk je dat hij dan wel verkoopt? Dat denk ik ook niet, want hij verkoopt voor geen kut. En niemand is er geïnteresseerd in. Ik ben er ook wel klaar mee. Nou, ik kan u wel vertellen, er zijn er wel genoeg, want er zijn 10.000 boeken gedrukt. En er zijn er 300 afgenomen. Welke mogol heeft er 10.000 laten drukken? Andries. Dus mocht u nog denken dat ik het... Hoeveel zijn er verkocht? Mocht u nog denken dat ik het voor het geld doe, we staan in een geweldige verliesrekening. Dus, Hey, wacht even. Hoeveel zijn er afgenomen door de boekhandels? 300. 300? En je was nog op het NOS-journaal? Ja. De mensen zijn echt niet geïnteresseerd in jou. Verschrikkelijk lijkt me dat. Nee, daar zijn ze niet in. Maar de mensen zijn wel geïnteresseerd in het Stucador afbouwcollectief.com. En dan gaan we natuurlijk naar het afbouwcollectief.com, want daar is wel altijd interesse naar. Het afbouwcollectief, die heeft een aanbouw en aanbieding. Een aanbouw. Van 1150 naar 950 euro per kubieke meter. Kubieke meter. Oh, dat is niet duur. Dakreparaties doen ze nu ook bij lekkages of een compleet dak. Wat handig is als je dak lekt. En zoals mijn moeder altijd zei, het dak moet je maken als de zon schijnt. Ja, want alleen van onderen moeten ze erin. Of zei ze dat niet? Ja, dat dacht ik. Maar dat bestaat iemand anders. Isoleren van buitengevel met subsidie vanaf 50 euro per vierkante meter. Latex spuiten. Vanaf 8 euro per vierkante meter. En in plaats van een compleet nieuwe badkamer. Dat doen ze al vanaf
5000 euro. Ja, dat is toch helemaal geen geld? Ga naar het afbouwcollectief.com voor de aanbouw, verbouw, doorbouw en alle aanleg en de heleboel, want dat is een fantastisch collectief. Hoppa. En dan gaan we naar het warmtepompencollectief. Warmtepompen, hey. Hybride en volledig elektrische warmtepompen. Oh. Nu nog met subsidie. Hey! Ja. Nu nog. Ho! Nu nog met subsidie. En ze kunnen hem direct leveren. Hoppa. Maar wilt u nou een warmtepomp wat in de toekomst verplicht is? Nu kun je hem nog met subsidie nemen. Ja. Zal ik doen. Vraag die offerte aan. U krijgt een geweldige aanbieding binnen. Maar wilt u nou werken bij het warmtepompencollectief? Want het is big business. En big ze zoeken nog altijd personeel. Kunt u solliciteren als u een beetje handige handjes hebt. Bij het warmtepompencollectief.com. Boem, ja. Boem, 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 boem. Hey! Boem, boem. Ho! Ja, heerlijk. Als jij dan een dame morgen hebt meegenomen naar het theater, naar de hotelkamer. Boem, 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 boem. Hey! Boem, 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 boem. Ho! Ja, 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 ja. En dan hoort u het volgende week van mij, hè. Zo ben ik dan weer. Ja, dat is dus, laten we eerlijk zijn. Stel dat ik dat van plan was geweest. Ja. Dat ik denk, stel. Ik ga eens eventjes stevig naast het potje pissen. Ik ga weer een vrouw bedriegen, stel. Stel nou, hè, dat ik dat van plan was geweest. Ja, om dat weer te doen. Ja? Nou? Ja. Dan doe ik dat dus niet omdat jij een onbetrouwbaar stuk vreten bent. Lijkt mij verschrikkelijk, maar jij geniet ervan. Wie heeft jou verraden dan in jouw huwelijk? Was het toen ook een soort van Dennis Schouten die jou heeft verraden? Of was je zelf niet discreet genoeg? Nee, ik heb het zelf verteld. Ja? Ja. Oh, schuldgevoel. Nee, want ik dacht... Nee, pas toen we gingen scheiden. Toen we besloten dat toen vertelde ik, joh... Ik ben toch vreemd gegaan. Ja. Maar dat is wel heel onhandig geweest voor de boedelscheiding. Goed. Dan kan je echt beter... Als je dat... Dan kan je beter achteraf doen. Zoals mijn vader altijd zei... Al lig je er bovenop... Altijd ontkennen. Zo is het. Ja. Daar ben ik ook voor. Goed zo. Dank u wel. En we weten niet waar het theater heeft gebracht. Wellicht ziet u nu beelden. En we wensen u ontzettend fijne avond. Tot morgen bij de Extra.